Goedenavond allemaal. Ik heet jullie van harte welkom hier op dit debat en ook de luisteraars thuis. We hopen dat de techniek werkt, want de laatste vergadering hoorde ik nog van mensen die konden het niet horen, dus ik hoop dat het nu wel werkt. Ook op de publieke tribune, de ambtelijke staf heet ik ook welkom. College, voor zover aanwezig. We hebben een aantal onderwerpen die zijn overgebleven van het vorige raadsdebat. Meneer Wessels, mag ik het even centraal houden? En we hebben afgesproken dat we tot 7:45 de debatten doen. Blijven er dan nog onderwerpen over? Die doen we na de raadsvergadering. Gaan we daar verder mee? Mijn verzoek is om het kort en zakelijk te houden. Dat we het binnen de tijd kunnen doen. Maar ieder krijgt de gelegenheid om zijn zegje te doen en zijn inbreng te geven. Geen misverstand. Dan als eerste aan de orde is de huisvesting van het gemeentehuis. Dat is aangemeld door het GBT. Als aanvrager van dit debat. Daarnaast hebben CDA, ChristenUnie en Partij van Arbeid hier ook ingeschreven. Ik wil de GBT als eerste de gelegenheid geven om de inbreng te geven. Aan u het woord, meneer Paters. U krijgt 3 minuten de tijd om uw inbreng te geven. Voorzitter, dank u wel. De voorgenomen verbouw van het gemeentehuis en de daarmee gepaardgaande kosten kwamen als het ware als een donderslag bij heldere hemel. Niemand wist er iets van, behalve een zinnetje in kadernota en begroting dat daarover nagedacht werd en dat er wat zou gebeuren met leegstaande ruimtes. Dat is wat anders dan de bedragen die wij daarna hoorden. Dit debat hebben wij aangevraagd niet eens zozeer om nu tot in de diepte te debatteren over het feit of je dat al dan niet wil, maar meer om het proces hoe we hier gekomen zijn. Want de vraag die bij onze fractie heel nadrukkelijk leeft is, als dit nou niet naar buiten gekomen was, hoe ver waren we dan al in het proces geweest en hoeveel hadden we er dan nog van kunnen zeggen en aan kunnen doen, als je dat zou willen? Op welk moment, want we lezen nu dat er in april met de nieuwe raad een bijeenkomst hierover plaats zal vinden, op welk moment zouden wij dan geïnformeerd zijn? Hoe ver was die trein dan al gereden? Kortom, het proces hier naartoe verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Zeker als je weet, en we hebben het vanavond in de raadsvergadering er opnieuw over de toezichtsvorm van de provincie, en als je weet in welk zwaar weer de gemeente Twente-Randers zich financieel bevindt, dan zijn dit soort reuzenstappen met 7 mijlslaarzen zijn veel en veel te snel. De politieke antenne van het college had moeten zijn dat u de raad aan de voorkant van dit proces mee had moeten nemen. Daar is wat ons betreft 0 misverstand over mogelijk. U had vooraf moeten, oud-burgemeester Kobers gebruikt het woord, sonderen heel vaak. U had vooraf moeten sonderen, hoe zitten wij hier nou in? En wat wil de raad? Wil de raad überhaupt en is de bereidheid er überhaupt om hiermee verder te gaan en om deze plannen tot ontwikkeling te laten komen? Dat is wat wij eigenlijk het college kwalijk nemen en zeker het moment waarop. Daarover gesproken, voorzitter, heb ik eigenlijk wel één hele concrete vraag aan het college. Op welk moment bent u hierover geïnformeerd? Want wij lezen 16 januari, maar wij hebben sterk de indruk dat er eerder over gesproken is in dit huis. Dus dat willen we toch wel graag heel concreet weten. En dan zullen we in tweede termijn wellicht hier verder over spreken. Het proces, voorzitter, verdient, en dan laat ik het heel zachtjes zeggen, niet de schoonheidsprijs. En wij zijn daar ontstemd over. Dank u wel, meneer Paters. Dan wil ik nu het CDA de gelegenheid geven om hun inbreng te geven. Aan u het woord, meneer Kerkdijk. Dank u wel, voorzitter. Ja, enerzijds toch wel schrik wanneer je zo'n artikel leest, wanneer je zo'n geluid oppakt, grote bedragen. Anderzijds inderdaad een aankondiging die in collega Paters gaf het net al aan, die via een korte mededeling in de kadernota en de begroting al tot ons gekomen was. En dat geeft precies aan waar het aan ontbroken heeft. En ook daar heeft collega Paters op geduid. Je hebt het over communicatie, maar eigenlijk gebrek aan communicatie. Ik denk dat bij een dossier als dit
En vooral ook in het tijdsbeeld waarin het voorstel, of in ieder geval de uitwerking, ons bereikte via de media, dat een andere weg beter was geweest. En dan heb je het inderdaad over communicatie en uiteindelijk ook daarbij aandacht voor een raad die in zo'n geval graag wel een sluitende business case voor zich zou willen zien. Op het moment je 1 miljoen of 2 miljoen gaat investeren, doe je dat niet voor niks. En laat dan zien waarvoor je dat doet. En daar ontbrak het ook aan. Dus een oproep om de volgende keer dit soort thema's, laat het dan via een raadsinformatie of als het niet anders kan, een besloten raadsvergadering. Ik zou dat laatste zo min mogelijk doen lopen. Informeer ons, dan kun je de raad meekrijgen. En laat het niet zo zijn dat je in de media als raadslid geconfronteerd wordt met iets waarvan je moet zeggen, ik wist er niks van. Want dat kan niet. Dank u. Keurig, meneer Kerkdijk. Binnen de helft van de tijd. Dan wil ik nu aan de ChristenUnie de gelegenheid geven een inbreng te geven. Aan u het woord, meneer Smelt. Dank u wel, voorzitter. Collega's van de raad. De brief ter introductie op dit onderwerp, die laat kwam, was voldoende helder. Het momentum vonden wij niet goed. De raad is niet voldoende meegenomen en de communicatie is onvoldoende geweest, zeggen collega-partijen en ik zeg dat namens mijn fractie. Wij snappen echter dat het college nadenkt over de toekomst van dit huis. En als we kijken wat hier allemaal gebeurt rondom de transities, dan is het ook heel goed dat we met een college werken, dat het college werkt aan haar toekomst en dat ze alvast plannen maakt. We begrijpen dus dat het college onderzoekt. Wij vinden het vervelend en vonden het vervelend dat een collega raadslid middels social media degene was die ons als eerste informeerde. Wij vinden het ongelooflijk dat een raadslid vanuit zijn nabije kring klaarblijkelijk geïnformeerd kan worden en dan vervolgens de informatie met ons deelt op een wijze die tegenwoordig via Twitter of Facebook heel gemakkelijk een hele brede kring bereikt. Wij nemen dat hoog op. We hadden in dit geval het college veel liever gehoord in de beeldvorming vooraf. Ook collega's hebben daar net aan gerefereerd. Echter, wij vinden ook dat het college in de brief heeft aangegeven ons in april nader te informeren. Wij vinden ook dat de onderliggende stukken uiteindelijk tot een oordeelsvorming van ons moeten leiden. En dat dit rumoer in de coulissen jammer is dat het heeft plaatsgevonden. Maar wij zullen als fractie straks beoordelen wat het college werkelijk voor ogen heeft. Wij geven u wel vast mee, en ik heb dat al een aantal keren gezegd, als je 2 euro minder hoeft te investeren en daarmee 3 euro verdient, dan moet je dat direct doen. Dus ik geef het college mee om met een ondernemende bril naar deze case te kijken en wij zullen dan beoordelen hoe u dat gedaan heeft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smelt. Dan geef ik nu het woord aan de heer Reusken van de Partij voor de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de Partij van de Arbeid is het gemeentehuis een huis van en voor inwoners van Twenterand. Een huis dat laagdrempelig is en makkelijk toegankelijk is en natuurlijk ook duurzaam gebruikt wordt. En daar hoort inderdaad, de heer Smelt zei dat ook, daar moet je proberen ook op een ondernemende manier naar te kijken en dat huis zo multifunctioneel mogelijk te gebruiken. Dus wat dat betreft zijn wij heel erg benieuwd naar de plannen van het college. Echter, en mijn collega's zeiden dat al, de manier waarop dit bekend is geworden en naar buiten toe is gekomen, verdient inderdaad geen schoonheidsprijs. Op deze manier is die discussie wel op scherp gezet en zijn er door diverse collega's ook al in de media uitspraken over gedaan of ze dit plan wel of niet steunen. En dat is niet goed. Wij zijn dus benieuwd hoe het college hier dadelijk op antwoordt en op reageert. En zijn vervolgens ook benieuwd naar de plannen die gaan komen. En dan denk ik ook dat we inhoudelijk die discussie moeten voeren. Maar laten we dan ook een discussie voeren op alle beschikbare informatie. En laat die informatie dan ook eerst hier in de raad gaan komen. En laat ons niet gebeuren dat we weer via de media gaan horen hoe die plannen eruit zien. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reusken. Dan wil ik nu het woord geven aan de burgemeester, mevrouw Van der Kolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Vanuit het college als portefeuillehouder
Is het voor ons van belang dat we de raad informeren op het juiste moment, met de juiste gegevens en op de juiste manier, op de juiste plek. Laat ik dan maar even als eerste opmerking maken, waarbij uiteraard er een voorstel vanuit het college moet liggen, wat ook gedragen wordt door het college en wat ook vervolgens rijp is om aan u in een raadsinformatiebijeenkomst te presenteren. Dat was en is ook nog steeds de insteek van het college om het in april te doen. Niet iets nieuws, dat waren we van plan. Dat zaken eerder naar buiten zijn gekomen, betreuren wij, want op dat moment was het college zelf nog niet eens bijgepraat over de ideeën die er lagen. En u heeft ook in het college in de raadsbrief kunnen lezen over welke aspecten het allemaal gaat. De insteek van het college, en dat wil ik dan toch hier ook maar zeggen, is u heel duidelijk meenemen op de weg naar wat we ook maar willen met dit gemeentehuis. En daarbij is het natuurlijk van belang dat we integraal kijken en niet zeggen van er moet, ik noem maar een voorbeeld, bouwkundig vanuit de brandweer, moeten er een aantal aanpassingen gedaan worden. Dat gaan we doen en voor de rest sluiten we onze ogen. We weten ook dat er heel wat gebeurd is in de afgelopen tijd wanneer het gaat om minder medewerkers op een flexibele manier. Dus ook daar, nou, het zijn allemaal aspecten die u ook heeft kunnen lezen. En daarvan vinden wij, vind ik ook als portefeuillehouder, dat u met een integraal voorstel uit het college, dat verwacht u van ons, waarin u dan ook alle ins en outs kunt beoordelen of u het daarmee eens bent of u ook de juiste wijze daarnaar kijkt. En dat vind ik dan toch een hele belangrijke. Ik vind het jammer, laat ik dat maar zeggen, ook als portefeuillehouder, dat u het gevoel heeft dat het college te laat u geïnformeerd heeft. In de begroting staat er iets en u heeft het ook aangegeven. En ik heb voor mezelf net ook zitten denken van hoe hadden we het anders kunnen doen? Anders met een raadsbrief zoals we nu eerder dat gedaan hebben, waarbij je in feite alleen maar zegt we doen onderzoek naar een aantal punten. En als u zegt van nou dat zou ons geholpen hebben, dan wil ik dat heel duidelijk tot me nemen en zeggen van oké, daar gaan we volgende keer nog scherper naar kijken. Maar ook het punt wanneer het naar buiten kwam was nog voordat ik geïnformeerd was als portefeuillehouder alle ins en outs. Dat zag ik hier ook maar in alle openheid. En ik vind het jammer dat dan dingen naar buiten komen zonder dat je ook als college, als portefeuillehouder eens heel kritisch hebt kunnen kijken van is dit nu wel wat we willen? Dat vind ik jammer en ik neem natuurlijk ook de woorden tot me waarin er gezegd wordt we hadden het eerder moeten doen. Dan zit ik meteen van hoe hadden we dat beter kunnen doen? Dat neem ik ook heel duidelijk wanneer het gaat om communicatie tot me. Het was de bedoeling en het is de bedoeling, het was ook al daarvoor, om u in april heel uitvoerig bij te praten, te informeren en om ook van uw kant te horen van welke dingen vindt u wel van belang die met het gemeentehuis gebeuren en welke zegt u van die zijn er niet. Er zijn natuurlijk een aantal dingen waar we wettelijk toe verplicht zijn en er zijn natuurlijk een aantal wensen, maar ja, een gemeentehuis wat heel vaak behoorlijk leeg staat, is natuurlijk ook, denk ik, als portefeuillehouder, een gemiste kans. Voorzitter, volgens mij ben ik ingegaan op datgene waarvan u heel duidelijk zegt van het is geen schoonheidsprijs. Ik vind het jammer en ik neem het tot me om u ook heel duidelijk in de toekomst goed mee te nemen wanneer het gaat over de toekomst van de duurzame toekomst van dit gemeentehuis. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, mevrouw van der Kolk. In de tweede termijn, wie wil er reageren? De heer Paters, als eerste. Aan u het woord, meneer Paters. Ik moet even rondkijken. Ja, nee, ik wacht keurig tot ik het woord krijg van de voorzitter. Nou, daar zie je het u, geduld. Dank voorzitter en dank burgemeester voor uw beantwoording. Wat dan wel wringt is dat je, en ik vind het fijn dat u ook zegt van we hadden anders en beter moeten informeren. Nu krijgen we in april wat nadere invulling en de informatie die ons bereikt heeft is dat er al een vacature intern is opengesteld, dat de plannenmakerij al redelijk ver is, dat we in januari volgend jaar met de verbouwing moeten beginnen. Dan kan ik dat toch niet helemaal goed rijmen met elkaar, hoe we dat dan gaan doen.
U mag daar nu op reageren, dat mag ook op een ander moment, ik vind dat prima. Maar het laat toch wel een niet het goede gevoel achter. Communicatie was deze raadsperiode van collegezijde niet altijd het sterkste punt. En laten we hopen dat dit de laatste keer is dat we dit op deze manier moeten benoemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paalders. Van de Kozijnen, van D66. U krijgt ook gelegenheid om te reageren, tweede termijn. Dank u wel, voorzitter, collega's van de raad. Voor de D66 Twenterand is natuurlijk open communicatie een groot gemeen goed. Alleen als ik dan naar dit proces moet kijken, dan denk ik van, ja, wanneer moet je dan aan de voorkant gaan informeren? Wij willen ook graag aan de voorkant geïnformeerd worden als raad. Maar als er ambtelijk wat voorbereid wordt en het college wordt daarin geïnformeerd, in welk stadium wil je dan als raad? Aan de raad zit je achteraan, achter het college. En nu is dit proces, is er in het ambtelijk proces, is er iets naar buiten gekomen. En daar hebben wij als raad een mening over. En dan heb ik het gevoel, naar mijn optiek, heb ik daar als raadslid, dan moet ik dat aan gaan inzetten op dat moment. Moet ik daar een mening voor hebben als raadslid? En op dat moment had ik het idee, ik heb hier geen mening over. Ik wacht wat het college ons voorlegt. En daar wil ik het bij laten, voorzitter. Dank u wel. Een interruptie van de heer Paters. Blijven we nu even staan, meneer Van der Kozijnen. Aan u het woord, meneer Paters. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik zou bijna zeggen dat D66 geen mening heeft. Dat is niet geheel onbekend. Maar de vraag is natuurlijk wel, op welk moment vindt u dan dat er geïnformeerd moet worden? Want nu vliegen de getallen over tafel, we zijn nul geïnformeerd en de trein rijdt al een heel eind. Wanneer vindt u dan dat er geïnformeerd moet worden? Of zegt u van nou, laat het college maar lekker doen en laat de ambtenaren maar lekker doen en dan hoor ik wel een keer wanneer zij het ernaar hebben? Aan u het woord, meneer Van der. Ik ben met meneer Paters eens. Het verdient geen hoofdprijs over deze raadsperiode hoe de communicatie is verlopen. Maar ik wil proberen hier aan te tikken, met name aan te tikken, van wanneer heb je de informatie, wanneer kun je daar de informatie als de raad hebben, wanneer kun je daarover beslissen. En op dit moment heb je een broedende kip als ambtelijk apparaat die daarmee bezig is. En feitelijk heb je die informatie niet. En dan is de pers met informatie aan het spinnen. En dan hebben wij daar een mening over. Ja, dat mag. Je mag daar een mening over hebben. Maar volgens mij horen we die mening hier te ventileren in de raad. En ja, dat is wat ik zeg eigenlijk. Ik ben helemaal voor aan de voorkant informeren. Maar daar moeten we dan een keer op een ander moment over hebben. Maar dit verdient niet de hoofdprijs. Voldoende? Oké, bedankt. Dan moet ik nu de heer Kobus gelegenheid geven om zijn inbreng te geven. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Het is verkiezingstijd en wij begrijpen dat er dan profileringsdrang is bij sommige partijen. Maar om nu bij voorbaat al een plan af te schieten zonder dat daar een goed voorstel van gezien te hebben, dat gaat de VVD wel wat ver. De laatste jaren is er al behoorlijk bezuinigd op het ambtenarenapparaat en er komt dus ruimte vrij in dit huis. Wanneer er dan geopperd wordt om te kijken naar een oplossing waarbij je het gemeentehuis ook inricht naar het gewijzigde gebruik, en daarbij meeneemt dat er multifunctioneel gebruik van overige ruimtes kan worden gemaakt, er een oplossing komt waarbij je ook in Vriezeveen de bibliotheek zou kunnen behouden op een financieel aanvaardbare manier, en je er ook echt een huis voor de gemeente van kunt maken, dan zou de VVD eerst wel eens onderbouwde voorstellen willen zien, waar we dan een discussie over kunnen voeren in deze raad. We hebben in Westerhaar en in Vroomshoop al dergelijke oplossingen gerealiseerd in de vorm van de Klamper en het Punt. En ook in Den Ham is de bibliotheek al ondergebracht in een brede school. Met de ervaringen die we daar hebben opgedaan en de valkuilen lijkt het me goed om hier eens te onderzoeken hoe het dan wel moet. Je zou toekomstbestendige oplossingen kunnen realiseren voor een aantal pijnpunten. Wij kijken dus met belangstelling de voorstellen tegemoet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kobus. En dan wil ik nu de heer Kerkdijk het woord geven.
Voorzitter, allereerst dank aan de portefeuillehouder voor de beantwoording van de vraag. Ik denk dat het een adequate beantwoording is. Ja, je kunt er van alles van vinden, maar laten we vaststellen dat bij de komende raadsvergadering die straks begint, een voorstel op tafel ligt waarbij een van de punten die rond de begroting 2018 aangekaart is, een concrete invulling van de verhuur van gemeentelijke gebouwen is. En zo even werd door de VVD al aangegeven, ja, dan heb je het over de BIEB en het zorginformatiepunt onderbrengen in het gemeentehuis. En het moet een bedrag van 50.000 euro per jaar opleveren. En dan kun je wel zeggen, ja, waarom is men nu al aan het voorbereiden? Waarom moet dat nu al vast uiteindelijk zelfs waarschijnlijk in een bestek gezet worden? Ja, als we dit willen, en we willen dit, want dit is een onderdeel van inderdaad een discussie die straks in raadsbreed waarschijnlijk ook ondersteund wordt, durf ik al wel te zeggen, durf ik uit de voorbereiding te zeggen. Ja, dan hebben we daar al ja op gezegd en zou ik zeggen, laten we dit debat beëindigen en laten we gewoon doorgaan met de behandeling van het agendapunt vanuit de raadsvergadering waarin we de begroting vaststellen. Dan zijn we er wel. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Kerkdijk. De heer Smelt van de ChristenUnie wil ook nog reageren. Ja, voorzitter, de ChristenUnie wil ook nog reageren. Dat klinkt wel wat vreemd overigens. Nee, ik hoop niet dat u dat zo bedoelde. Nee, u gaf zich wat laat aan, meldde zich wat laat aan via visuele signalen. En vandaar, dat was mijn uitdrukking ook. Dus er zit verder geen bijbedoeling bij. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, uiteindelijk na mijn eerste termijn en de beantwoording van het college kan ik stellen dat wij hier de kaderstelling vooraf hebben gedaan middels de kadernota. Dat hebben wij of goed gelezen of niet goed gelezen of anders geïnterpreteerd dan dat er stond. Maar klaarblijkelijk bestaat daar wat misstand over. Over wat is dan die kaderstelling geweest en hoe had het eruit moeten zien. En ik zeg het niet gauw, maar ik wil meneer Van den Kozijnen wel een compliment maken voor de duiding die hij net deed in zijn termijn. En waarom? Omdat uiteindelijk dat ook daadwerkelijk de vraag is die ons bezig hield. Wij vinden het heel vervelend dat via een social media bericht, op welke wijze dan ook, de raad geïnformeerd is, laat ik het dan zo zeggen, en alles wat daarbij komt. Maar uiteindelijk gaat het erom, waar hebben wij wat gedaan en wanneer controleren we dan datgene wat we uitgezet hebben. En dat doen we in de besluitvorming, in de controlerende rol achteraf. En als ik mij daartoe beperk vanuit mijn fractie, dan staat ons maar één ding te doen, voorzitter, en daar sluit ik ook mee af. Dat is het voorstel waar het college mee komt op zijn numeritis en zijn inhoud te beschouwen en dat dan te becommentariëren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smelt. Zijn er nog mensen die in willen spreken in tweede termijn? Ik kijk even rond. Ja, oké. Dan wil ik dit raadsdebat nu beëindigen. En dan gaan we over naar het volgende punt, dat is de motie plafond externe inhuur. Hiervoor hebben zich aangemeld Partij van de Arbeid, GBT en de SGP. Ik wil de aanvrager als eerste de gelegenheid geven om een inbreng te geven. Wie heeft het woord? Is logisch, de heer Reusken. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zal eerlijk zijn. Ik heb getwijfeld of ik dit agendapunt wel of niet zou agenderen. En dat zit hem niet zozeer in de bedragen die daar genoemd worden of iets wel of niet kan. Maar dat zat meer in de beantwoording van de motie die ingediend is door een meerderheid van de raad. Waarbij een raad duidelijk vraagt om een nadere duiding van de middelen die beschikbaar worden gesteld. En als dat niet kan, daarbij terug te komen bij de raad. Ik heb de raadsbrief goed gelezen en in de beantwoording zie ik dan vervolgens staan dat op pragmatische redenen deze motie voor het college niet werkbaar is. En toen dacht ik bij mezelf, niet werkbaar is. Betekent dat dat vervolgens deze motie niet wordt uitgevoerd? En dat vind ik nogal wat als dat zo is. Dus daar zat mijn twijfel ook om dit hier aan de orde te stellen. En wat ik graag zou willen is, wij hebben hier met elkaar wat ik al zei, een motie aangenomen. We hebben ook met elkaar kaders gesteld voor wat betreft de inrichting van de kernorganisatie. En ik zou graag, en dat hoeft niet vanavond, op een ander moment hier nog eens een keer nader met het college en met de portefeuillehouder naar willen kijken. Omdat ik denk dat het afdoen van een motie die aangenomen is, met het is niet werkbaar, geen recht doet aan wat een meerderheid van de raad heeft gevraagd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Reusken. Dan wil ik nu de GBT de gelegenheid geven. Wie? Meneer Paters, aan u het woord. Voorzitter, dank. Als je de brief leest, en wij schrijven vandaag 13 maart, 8 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, dan zou je eigenlijk een motie van wantrouwen tegen het hele college in moeten dienen wegens het niet uitvoeren van de motie. Dat klinkt wat hard, maar zo is het wel. Wij gaan dat nu niet doen, want dat is voor de bühne en dat doe je niet. Maar ik til hier zwaar aan en ik til hier met name zwaar aan, omdat er omstandig in de brief wordt uitgelegd waarom iets niet kan en waarom van alles niet kan. En dan sluit u doodleuk af met om pragmatische redenen is deze motie voor het college niet werkbaar. Ja, dat zal wel. Maar dan rust op u de plicht om met de raad en met de meerderheid van de raad, in dit geval, want de motie is aangenomen, om met de indieners en de raad in gesprek te gaan over wat dan volgens u wel kan. Simpelweg aangeven dat het niet kan, dat is veel en veel te makkelijk en is veel te kort door de bocht. De motie was helder en die gaf een plafond aan. En als u bijvoorbeeld vindt dat het plafond niet op 1,7, maar op 2 miljoen, weet ik veel, ik verzin maar een bedrag. Als u dat vindt, dan moet u onderbouwd daarmee naar de raad komen en zeggen van, beste raad, dit kan niet, wij begrijpen wat u wil en dit kan wel. Dat doet u niet, u doet hem op deze manier af en ik vind dat een bijzonder slechte zaak. Zo ga je niet met aangenomen moties van de gemeenteraad om. Dank. Dank u wel, meneer Paters. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Dekker van de SGP. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. De motie plafond externe inhuur had geen absoluut plafond, om het zo maar te zeggen. Wanneer dit wel het geval was geweest, hadden wij absoluut tegengestemd, omdat naar onze mening dan een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan. Uiteraard is het werken met een flexibele schil noodzakelijk in elke organisatie, zeker ook in deze organisatie. Maar de snelle toename, ook zonder de invloed van de decentralisatie, gaf ons zodanig zorg dat wij toen toch voor deze motie hebben gestemd. Bij ons leefden een aantal vragen van is het de kennis voldoende aanwezig om preventief te werken en blijft dat ook zo? Met andere woorden, ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren, te onderkennen, te kunnen beoordelen en daarna te kunnen handelen. Voor ons was ook een vraag in welke mate het krijgen van een vaste aanstelling voor deskundig personeel in toenemende mate een eis of een wens zou zijn. En de mededeling dat de inhuur ten gevolge van knelpunten van krimp in de vaste formatie duidelijk aanwezig is, versterkt deze zorg, deze vraag nog een keer extra. Er werd aangegeven dat om pragmatische reden de uitvoering van deze motie niet mogelijk is. We kunnen ons dat voorstellen wanneer dit zou worden gezien als dat in de kleinst mogelijke details de raad zou moeten worden gevraagd om toestemming. En wat ons betreft zou een aanvullende begroting op hoofdlijnen, waarbij deze punten van zorg aan de orde zouden komen en onvoldoende zouden worden beantwoord, zou voor ons absoluut voldoende zijn om in te stemmen met een hoger plafond. Dat is wat ons betreft. Dank u wel, meneer Dekker. Dan wil ik nu de portefeuillehouder de gelegenheid geven om een reactie te geven op de insprekers. Aan u het woord, mevrouw Van der Kolk. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin toch maar bij de begroting. In de programmabegroting, zoals we die in Twenterand kennen, wordt aangegeven welke doelen wij met elkaar en ook u willen bereiken. En vervolgens wordt aangegeven welke middelen u beschikbaar stelt om die doelen te bereiken. En als we dan kijken naar de financiële middelen, dan is het heel duidelijk dat het gaat ook om personele inzet. Waarbij, naar aanleiding ook van de heroriëntatie op de ambtelijke organisatie, er heel duidelijk gekozen is door Twenterand voor een kernorganisatie. Waarbij vervolgens de flexibele schil is om pieken op te vangen bij ziekte, bij deskundigheid, die je niet permanent in huis hoeft te hebben, om die ook extern in te huren. En er wordt steeds een afweging gemaakt van, is een bepaalde functie in te zetten, te koppelen aan de kernorganisatie
Of is het juist beter om dat niet te doen, om het bij die flexibele schil te houden? Gaat er iemand weg, dan wordt vervolgens dat bedrag ook weer bij die flexibele schil gehouden. En vervolgens wordt gekeken van hoe gaan we daarmee om? Het is ook heel vaak een onderwerp van gesprek met de portefeuillehouder, personeel en organisatie. En de gemeentesecretaris die uiteraard als algemeen directeur verantwoordelijk is voor het hele personeelsbeleid. En als u zegt, en ik vind het jammer, want het is best een worsteling, van waar ga je dan mee naar de raad? U heeft de begroting vastgesteld, u heeft de middelen daarvoor vastgesteld. En vervolgens zegt u dan van, nee, we gaan naar 2012 terug. Dat is het bedrag flexibele inhuur. En dan is op een bepaald moment, moeten we stoppen. Kunnen we gewoon een aantal dingen niet doen. Omdat de invulling van een flexibele schil gewoon vol is. En er worden natuurlijk een paar opmerkingen gemaakt, ook door de SGP, van ja, waar hadden we dan mee terug moeten komen? Het is niet de insteek van het college, heel duidelijk niet om te zeggen, wij voeren een motie niet uit. Het is juist de worsteling geweest, hoe voeren we hem uit, gekoppeld aan de begroting, gekoppeld aan hoe de raad ook bij de heroriëntatie een keuze heeft gemaakt, zodat we de dingen die we met elkaar afspreken, of het nou in de programmabegroting staat, of een motie van u, of een verzoek voor u. Nou, ik heb de laatste een heleboel lang zien komen, die willen we uitvoeren, willen we u ook ten dienste zijn, zo dat we ook dat op een goede manier doen. Dus zeker niet de insteek van, we voeren hem niet uit, maar het is de worsteling van mij als portefeuillehouder van de gemeente. Hoe doen we dat nu? En u geeft in de begroting aan, dat zijn de middelen. Daarmee wil u de doelen bereiken voor dit jaar, voor 2018. En vervolgens wordt er een koppeling gemaakt, niet aan de kernorganisatie, niet aan. U ziet ook van, er zit best wel een oploop, een toename in, maar steeds die worsteling van hoe krijgen we nu een organisatie hier die ook toekomstbestendig gericht is op de doelen die we met elkaar gewoon moeten doen. Nou, dat is denk ik ook de insteek van het college. Zeker niet om u te zeggen, en ja, het zijn natuurlijk niet, u neemt een motie aan en de volgende week ligt er een collegevoorstel. Daar gaan een aantal weken overheen. Moet je dan zeggen van, we stoppen, we kunnen helemaal niks. Die verantwoordelijkheid neem ik niet op me. Dan leg ik liever bij u uit hoe het zit en hoe het werkt en hoe we daarmee bezig zijn. Steeds maar opnieuw kijken, wat is nu die kernorganisatie? Wat is nodig? Of het nou het sociaal domein is of andere zaken. En vervolgens kijken van, hoe pakken we dan die flexibele schil die we heel duidelijk inzetten voor expertise die we nodig hebben om onze taken uit te voeren, maar niet altijd nodig hebben, dan kun je beter een andere keuze maken. Voorzitter, dat is zeg maar de insteek van het college. Niet om te zeggen, we voeren hem niet uit, maar ik probeer aan te geven de worsteling en ook hoe we daar als college in staan. Tot zover. Dank u wel, mevrouw van der Kolk. Komen we bij de tweede termijn. De eerste termijn is nu afgesloten. Ik zie de heer Paters, de heer Reusken, de heer Kerkdijk. Aan meneer Paters als eerste het woord. Voorzitter, dank u wel. Ik heb best begrip voor de worsteling waarmee de portefeuillehouder aangeeft waar het college mee worstelt. En dat begrip willen wij ook wel opbrengen. Alleen, u maakt het ons niet makkelijk. Door de raadsbrief te sturen zoals u die stuurt, dan is de conclusie heel makkelijk, u voert hem niet uit. En dat is wat ik in mijn eerste termijn ook nadrukkelijk geprobeerd heb aan te geven. Ga dan het gesprek aan. Ga dan kijken waar je met elkaar dan kan komen. Ik denk dat niemand hier in deze raad het op zich wil nemen dat dingen die wij graag uitgevoerd willen zien, dat die niet lukken. Alleen nu blijf je met het onbestemde gevoel zitten en je kijkt gewoon naar de cijfers in de begroting en dan zie je dat die externe inhuur alleen maar stijgt. En echt niet alleen ten gevolge van de decentralisaties. Er wordt gewoon steeds meer ingehuurd. Wij kunnen niet bepalen en niet van afstand bezien van is dat nou allemaal werkelijk nodig of niet. Wij willen er ook niet naartoe dat u voor elke 10.000 euro bij ons moet komen, helemaal niet. Maar het signaal wat door de raad gegeven is, is ook glashelder. En dan is die brief is niet afdoende en dan moet u veel meer de dialoog zoeken met de raad om te kijken waar kunnen we elkaar vinden en waar kunnen we dan
zorgen dat alles toch gaat zoals het moet gaan, zonder dat die externe inhuur alleen maar de spuigaten uitloopt. Want dat is wat wij uit de laatste begroting haalden en dat is ook de reden dat destijds die motie is ingediend. Dus zie het als een oproep om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Dat is echt nodig, want anders gaan we bij de volgende kadernota of begroting gaan we eenzelfde gesprek voeren en dat is herhaling van zetten en daar schiet niemand iets mee op. Dank u wel, meneer Paters. Aan u het woord, meneer Reuske. Dank u wel, voorzitter. Ook ik snap het dilemma en ik ben ook blij om te horen dat de portefeuille duidelijk aangeeft dat het voor haar een worsteling is geweest om te kijken van hoe ga je terug naar die raad. En toch blijf ik net zoals collega Paters het gevoel houden van ga het gesprek aan met de raad, want ik zou het jammer vinden als we bij een volgende begrotingsvergadering eenzelfde soort discussie krijgen over dit onderwerp. En dat zou ik willen voorkomen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Reuske. Kort maar krachtig. Aan u het woord, meneer Kerkdijk. En na de heer Kerkdijk komt de heer Dekker nog. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zie in de beantwoording van de portefeuiller ook wel toch wel een positieve doorkijk naar, noem het dan maar, de kritische houding van de raad op dit punt. Hoe je het ook bent of keert, de inzet in die flexibele schil die kost veel geld. En ik denk dat het voor ons als raad met name van belang is om daar dan toch ook de vinger aan de pols te houden. Als we kijken naar de motie, dan ben ik het met de uitleg van de portefeuillehouder eens dat het niet de vraag is of niet het punt is, we voeren de motie niet uit. Maar veel meer de worsteling, hoe kunnen we de motie dan uitvoeren? En dat is iets in een organisatie die in ontwikkeling is, wat heel lastig is om op enig moment vast te stellen, we doen het op die manier en zo gaan we ermee door. Die organisatie is ontwikkeling, in ontwikkeling, de visie hoe om te gaan met zo'n flexibele schil is ook in ontwikkeling. En dan daar nog een keer de uitdaging bij die wij zelfs ook als raad iedere keer aan het ambtelijk apparaat en het college voorleggen. Om, of het dan de druk op de wensen, de druk op de kwaliteit van de stukken, druk op de snelheid van zaken. Ja, dat legt een zodanige toch ook wel zwaarte op de organisatie. Dan moet daar soms ook extra ingezet kunnen worden. Kijken we naar het eindresultaat, dan denk ik dat we vooral vanuit de nota heroriëntatie naar de toekomst moeten kijken. Een toekomstbestendige organisatie. En ik denk dat het goed is dat we in de komende raadsperiode daar op enig moment ook, en dat moet niet, wat ons betreft niet te lang duren, als resultaat van die nota heroriëntatie ook eens een beeld krijgen hoe het college, dat nieuwe college, aankijkt tegen die toekomstbestendige organisatie. Welke resultaten willen we daarmee behalen als gemeente en hoe gaan we ook in dat verband om met die flexibele schil? Want dat die nu groot is en misschien soms wel wat te hoog is, die discussie kun je aangaan, maar ik denk dat het voor waar Twenterand naartoe moet ook noodzakelijk is, maar of het op langere termijn diezelfde noodzaak aanwezig blijft, daar stellen wij onze vragen ook bij. En dat zou dus inderdaad in een toekomstige nota heroriëntatie 2, noem ik het dan maar even, 2.0 een plek kunnen krijgen. Tot voor zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Kerkdijk. Aan u het woord, de heer Dekker van de SGP. Dank u wel, voorzitter. Ook ons is steeds dank voor de beantwoording van de vragen en opmerkingen in eerste termijn. Nog een keer heel duidelijk gesteld dat het zeker onze bedoeling niet is geweest. En we hebben ook gehoord bij de anderen dat het niet de bedoeling was om een onwerkbare situatie te laten ontstaan. Of om onmogelijke vragen en eisen te stellen. We hebben onze punten van zorg benadrukt, naar onze mening onderbouwd. En er is ook al gezegd dat het van belang is dat het college met de raad hierover in gesprek blijft. En naar onze mening is dat ook noodzakelijk bij de verdere gesprekken, rapportage over de heroriëntatie, om deze punten nadrukkelijk in beeld te hebben en te houden. Dat was wat ons betreft in de tweede termijn. Dank u wel, meneer Dekker. Dan komen we aan de derde termijn, maar ik denk niet dat er nog behoefte is. Dan wil ik dit punt afsluiten. En dan stopt dit deel. We gaan om 8 uur verder met de raadsvergadering. En dan heet ik u al van harte welkom en nu even 20 minuten pauze. Dank u wel.
Ja. Hij doet het niet. We hebben nog 3 punten over. Ik zou voor willen stellen om in elk geval punt 11 nu nog te doen. Die tijd is er, denk ik. En dat scheelt ons straks alleen maar weer tijd die we na de raadsvergadering nog kwijt zijn. Welk punt wil je noemen? Punt 11, stand van zaken en decentralisaties. De Partij van de Arbeid-fractie is de enige die zich in eerste termijn heeft aangemeld. Dus wat mij betreft kunnen we nog door. Ik stop als voorzitter. Ik draag het over aan mevrouw Van der Kolk. Ah, oké. Mag hier beslissen. Oké. Okay. Goed, zoals u weet mag ik nu het stokje overnemen. En ik geef de heer Reusken het woord om heel kort zijn aftrap te doen voor dit agendapunt. En ik hoop dat we dat in 7 minuten uiterlijk kunnen afronden, want 10:10 is het echt eindoefening. Meneer Reusken, dan nu het woord. Ja, ik probeer weer de zaken wat op scherp te zetten. Dat herkent u van mij. Maar dan hebben we dit punt afgerond. Meneer Reusken. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik dank u voor de spreektijd die ik krijg. Maar ik hoop dat u ook recht doet aan een raadslid die vraagt om een onderwerp in te spreken. Om dat ook in voldoende tijd en voldoende ruimte te behandelen. En als dat meer vraagt dan 10 minuten, dan is dat zo. Sociaal domein. Er speelt van alles. Zeker nu ook in de verkiezingen. En je ziet gewoon dat het steeds belangrijker en groter onderwerp gaat worden. Aanstaande donderdag hebben we zelfs een debat daarover. Lijkt opeens dat dat het onderwerp van de verkiezingen aan het worden is. En dan ligt er een stuk voor wat in deze raad ter informatie voor ligt. En dan is er maar 1 partij die inspreekt. Terwijl er toch wel een aantal belangrijke zaken in dit stuk worden genoemd. En ik zou er een aantal willen noemen en waar ik ook aan de wethouder een vraag over heb. Dat is allereerst de verandering van het inkoopmodel. Daarin wordt niet meer ingegaan op, ik zeg maar heel plat, uurtje, factuurtje. Maar er wil straks een model gaan ontstaan waar veel meer op resultaat wordt afgerekend. En dus dat er steeds meer naar kwaliteit wordt gekeken. Echter, hier wordt ook gesteld in datzelfde informatiebrief dat u daar de raad haar mening over vraagt. En dat zou gebeuren voor 7 februari. Inmiddels is het 7 februari geweest en ik ben wel heel erg benieuwd wat de stand van zaken daarvan is. En ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of u de adviesraad voor het sociaal domein hierover bevraagd heeft en of zij een advies hebben uitgebracht. Met andere woorden, wat is nu het definitieve besluit geworden van de regio? Dan, voorzitter, zou ik willen vragen, ik heb eens gekeken op waar staat je gemeente. Daarin staat ook een heel interessant fenomeen, dat gaat over de burgerpeiling. Ik heb gezien dat de gemeente Twenterand daar nog niet aan meedoet. En ik zou graag de wethouder willen vragen of dat wel gaat gebeuren, omdat dat juist informatie biedt over hoe burgers aankijkt tegen hoe hun zorg is aangeboden. Dan, voorzitter, nog een tweetal punten. Dat is allereerst wat ik goed vind om te zien, en daar gaat het volgens mij op, zijn dat inmiddels de verwijsprocessen, onder andere vanuit de huisartsen, die rechtstreeks mogen verwijzen als het gaat om jeugd, dat steeds meer omgebogen wordt en dat daarmee de gemeente meer sturing krijgt op hoe zaken worden opgepakt. Ik zou willen vragen om daar vooral mee door te gaan, omdat de Partij van de Arbeid ervan overtuigd is, investeren in de voorkant, in preventie, dat zal absoluut gaan lonen. Tot slot, voorzitter, zou ik de wethouder op willen roepen. We hebben nu een sociaal domeinraad. Wij hebben daar onlangs mee gesproken en kennis mee gemaakt om actief van hen gebruik te maken. Want er gaan de komende 3-4 jaar veel zaken gebeuren en die ook nog veel vraagstukken op gaan leveren. En daar zouden we met elkaar veel meer gebruik van moeten maken. Dank u wel, voorzitter. Dat was het in eerste termijn. Dank u wel. Misschien toch even voor u zegt van ik hoop dat we meer als 10 minuten tijd hebben. Dat is wel vastgesteld door de raad, door u allen. Dus ik ben slechts de uitvoerder van iets wat u met z'n allen hebt vastgesteld. Dus ik doe mijn best. Wethouder, u mag alvast naar de microfoon lopen, want er zijn vragen aan u gesteld. De heer Reusk was precies binnen de tijd. En dan gaan we kijken in tweede termijn wie dan het willen spreken. Wethouder, aan u het woord. En dank u wel, voorzitter. Om het een en ander te bespoedigen zal ik proberen een heel kort en ter zake doende te antwoorden. De adviesraad sociaal domein, de Partij van de Arbeid gaf terecht aan dat wij die om advies hebben gevraagd.
En dat was gepland in de vergadering van januari, die is doorgeschoven. Dat is een schriftelijke ronde geworden. Dat heeft geresulteerd in de inbrengvorm, heb ik dat ook gemeld, van een aantal eigenlijk in grote lijnen technische inhoudelijke vragen waren. Die vragen zijn eigenlijk ook naar de adviesraad per omgaande beantwoord. En de agendacommissie van diezelfde raad is gisteren bijeen geweest om de volgende vergadering te plannen. En daar hebben we afgesproken en geconstateerd dat die beantwoording, zoals we die vanuit het college hebben gegeven, dat die naar tevredenheid is geweest voor de adviesraad Sociaal Domein. En dat ze eigenlijk twee punten meegeven voor de behandeling en voor hun zienswijze. Dat is met name de kwaliteitsbewaking en een punt van zorg over de termijn van, want op 1 januari 2019 moet natuurlijk dit model wel van toepassing zijn. We hebben, omdat het college in december al een besluit heeft genomen, in overleg met die voorzitter ook al aangegeven in de richting van de regio dat dit de twee punten zijn die vanuit de adviesraad Sociaal Domein Twenterand zullen worden ingebracht. En dat kan dus alsnog. Maar we hebben ook gezegd, de raad moet dat zelf in de volle breedte ook besluiten. En dat doen ze op 29 maart. En dan sturen we dat alsnog op. Maar de voorinformatie is al naar de regio gestuurd. Dus in die zin is de raad betrokken geweest. Het tweede punt, de burgerpeiling. Volgens mij is het een intentie van dit college, daar waar wij een bijdrage kunnen leveren aan landelijke peiling, waar staat je gemeente of andere varianten op dat thema, dat wij op het moment dat hij toe doet en informatie kunnen leveren, dat wij die informatie ook zullen leveren om op die manier zo breed mogelijk ook onze inwoners op de hoogte, dat ze zich op de hoogte kunnen laten stellen. Dat was twee. De verwijsprocessen, u verwees daar terecht naar, dat is een van de knoppen waar we al langere tijd mee bezig zijn om die in te vullen. En we slagen het steeds beter in, inderdaad, om daar wat grip op te krijgen op die verwijsprocessen. We hebben een jeugdconsulent speciaal belast met de contacten met die externe verwijzers. En het is denk ik goed om te melden dat heel recent er een overleg is geweest tussen de huisartsen Den Ham en Vromsoop. En dat heeft geresulteerd in het maken van een aantal pragmatische afspraken daarin. En dat de afspraken met de huisartsen Vriezen, Ween en Westerharen nog in de planning staan. We werken al met de portefeuillehouder. Praktijk ondersteunen bij de huisartsen in het kader van de GGZ. En dat gaat gewoon door. We zien steeds meer dat de gemeentelijke jeugdconsulenten ook door externe partijen worden gevonden om op een andere manier de verwijzing naar de tweede lijn, indien mogelijk, met andere richtingen te voorkomen. De heer Reusken heeft een vraag aan u. De heer Reusken, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat de wethouder uitgesproken is. En om een tweede termijn te voorkomen wil ik de wethouder wel vragen. Ik zie even te kijken in het informatiebrief. Heeft u aangegeven over het inkoopmodel, wat ik zelf een heel belangrijk onderwerp vind, omdat dat een sturingsmodel geeft, dat u de reactie van de gemeenteraad zou meenemen. En zover ik weet is dit onderwerp niet in deze raad besproken. En dat vind ik toch wel heel erg jammer. De reactie van de adviesraad, dat is iets die we daarin meegenomen hebben. De gemeenteraad, het college heeft vanochtend het model besluit genomen om akkoord te gaan met het model zoals het nu voor ligt. En ik begrijp niet wat u nu bedoelt. De heer Reusken, aan u het woord kort. Hier staat letterlijk: ons college kan zich voorstellen in voorgenoemde knelpunten en verneemt graag de reacties van de gemeenteraad en de adviesraad, zodat zij deze in de uitvoering van de collegebevoegdheid kan bezien en een besluit over kan nemen. Mm-hmm. Dit onderwerp is, zover ik weet, niet in een raadsdebat dan wel in een ander gremium aan de orde geweest. En dat vind ik jammer. Oké, op het moment dat wij u de informatie verstrekken met de stand van zaken waarin die informatie staat en u maakt dan, ik bedoel het niet verwijten hoor, ik constateer slechts, maar als u het dan niet agendeert voor een raadsdebat, wij kunnen natuurlijk niet iets agenderen voor een raadsdebat. Dus in die zin, als u zegt van we willen daarop acteren, dan nodig ik u van harte uit. De heer Reusken, laatste. Voorzitter, dit onderwerp heb ik als Partij van de Arbeid verschillende malen geagendeerd. En het kan niet zo zijn dat nu tegen mij wordt gezegd dat dit niet eerder geagendeerd is dan vanavond. En dat is namelijk wel gebeurd door mij. Even voor alle helderheid. Ik zeg niet dat dit onderwerp in de volle breedte niet aan de orde is geweest. Maar u vraagt specifiek. Er is één van de zaken over dat inkoopmodel. Of op wat betreft dat punt had het college de raad om
een zienswijze of om een mening moeten vragen. En volgens mij is de informatie dat dat inkoopmodel eraan zou te komen wel verstrekt, maar is niet geagendeerd, niet zodanig geagendeerd dat er een zienswijze is opgehaald. Nou, dat klopt. Oké, goed. Ik kijk nog even rond. Is er nog iemand die in tweede termijn het woord wil voeren? Ik denk, het gaat ervan uit dat de wethouder klaar is. Of iemand in tweede termijn? Niet. En de heer Reusken heeft ook dat afgerond met zijn laatste opmerking en vragen. Dan sluit ik de raadsdebatten en gaan we om 8 uur, het is een iets langere tijd geworden, gaan we om 8 uur verder met de raadsvergadering.